Gerrit Navis, een heel ambitieus plan. Werklandschap West-Aalten. Ja, wat houdt het eigenlijk in? Het bestemmingsplan Werkenlandschap Aalten-West is bij de Raad van State natuurlijk vernietigd. En dat was voor de VVD de reden om enkele vragen te stellen aan het college. Over hoe dat proces is verlopen. Maar we wilden niet stilzitten en we hebben zelf ook wat ideeën op papier gezet en daar een visie voor geschreven. Het heeft allemaal te maken met bedrijventerreinen in Aalten. Correct. Waar liggen die bedrijventerreinen precies? We zien hier wel een aantal kaarten. Ja, ja, kijk, hier hebben we het bestaande bedrijventerrein. Hier hebben we de Sonderenweg die hier overgaat naar de Zomerweg. Nou ja, het plan dat wij dus eigenlijk als VVD-fractie bedacht hebben, of tenminste waar we een visie op hebben ontwikkeld, houdt in dat we deels werken met een nieuw bedrijventerrein. Een deel van het terrein willen we inrichten als terrein waarop zonnepanelen kunnen worden geplaatst. En een deel afwerking van het terrein, bedrijventerrein, met groen. En dat kan... Veel zal dat betekenen dat het bosgebied is. Maar daarmee willen we het hele terrein afronden. Sprake een beetje van crisis, maar er is toch nog wel behoefte aan bedrijven, heb ik begrepen. Nou, en ook een beetje doorstroming, hè? Dus het is niet zozeer alleen dat we nieuwe bedrijven willen faciliteren. Maar ook bedrijven, bestaande bedrijven die op het bestaande bedrijventerrein uit hun jasje groeien. Nou, die hebben hier lokaal... hun medewerkers zitten, nou, die willen ook graag lokaal kunnen uitbreiden. En die willen wij graag ook faciliteren. Dus dat die uitbreidingsmogelijkheden hebben aan de rand van Aalten, op het nieuwe bedrijventerrein, op gronden die al reeds in bezit zijn van de gemeente. Kun je een voorbeeld noemen van een bedrijf wat nog goed wil uitbreiden? Nou, in ieder geval heeft Kemink aangegeven dat zij concrete plannen hebben om... om toch hun bedrijfshallen te willen vergroten. Dus die heeft al vrij concrete plannen. Dat is toch een bedrijf wat aan heel veel mensen werkgelegenheid biedt. Dat bedoel ik. Dus wat voor Aalten erg belangrijk is. En kijk, als daar een vraag is, dan willen we daar graag aan tegemoet komen. En we beschikken over de gronden, hè. Dus die gronden die... die zijn reeds in bezit, kosten de gemeente al behoorlijk wat rente jaarlijks. Dus er moet toch wat meer gaan gebeuren. Ik heb begrepen, als je die gronden niet gebruikt, dan kost dat de gemeente Aalten 110.000 euro aan rente op jaarbasis. Dat klopt. Dus dat is nogal een bedrag. Ja, want anderhalf jaar lang is er al niks mee gebeurd, hè? Nee. Dus er is zonde van dat kapitaal. Zeker. Dus het is van groot belang om in ieder geval dat terrein zo snel mogelijk te ontwikkelen. Tot een mooi bedrijventerrein. Welke subsidiemaatregelen zijn er eigenlijk voor? Ik heb begrepen, als je gebruik maakt van zonnecollectoren, dan kun je dus de grond wat voordeliger aanbieden. Nou ja, kijk, wij hebben het idee dat, dat dus het bedrijventerrein tegen een reguliere marktprijs moet worden verkocht. Wel wat past bij Aalten. En daarnaast dat het deel van het bedrijventerrein dat wordt ingericht voor zonnepanelen, dat tegen de verwervingskosten gaat worden aangeboden. Hoeveel hectare kan de gemeente Aalten nog uitgeven? Nou, daarmee kunnen we dan 5 hectare nog uitbreiden aan bedrijventerrein. Dat zijn eigenlijk de oranje delen van het plan. Daar mogen bedrijven hun bedrijfsgebouwen oprichten. Nou, dan hebben we een deel van het bedrijventerrein. daar mogen geen gebouwen worden opgericht. Daar kunnen zonnepanelen worden gerealiseerd en kunnen de bedrijven hun energie opwekken voor hun bedrijf. Dit plan wordt nog aangeboden aan de wethouder, heb ik begrepen. Klopt, ja. Verwachten jullie dat dit snel van start kan gaan? Nou, wat ons betreft moet dat voor de zomervakantie toch in procedure gaan worden gebracht.
Dus we hebben een plan er liggen, wat dan weliswaar bij de Raad van State is vernietigd. Maar het merendeel van de onderbouwing die daaraan ten grondslag ligt, die kan ook voor dit plan worden gebruikt. Dus natuurlijk vergt het de nodige aanpassingen. Maar wat ons betreft mag dat best voor de zomer in procedure worden gebracht. Dit plan komt natuurlijk straks ook nog in de Raad. In de RTG, de ronde taalgesprekken. Ja. Hoe denken jullie dat de andere partijen hierop reageren? Nou, het plan biedt heel veel mogelijkheden ook voor andere partijen om daar ook voor hun steun uit te spreken. Dus ja, in onze optiek kan er niet zo heel veel op tegen zijn. Er wordt bedrijventerrein ontwikkeld op gronden die reeds in bezit zijn van de gemeente. Er wordt gewerkt aan groen, er wordt gewerkt aan duurzame energieopwekking. Dus ik denk dat iedere partij zich hier voor een belangrijk deel in kan herkennen. En ook Stichting Natuur en Milieu moet eigenlijk dit plan omarmen, denk nou, ik. Nou, helemaal. Kijk, op het moment dat er niets gebeurt, kijken we natuurlijk tegen bebouwingen aan de rand van Aalten. Waar ik op zich geen bezwaar tegen heb, maar ik zou me kunnen voorstellen dat natuur en milieu dat graag toch wat meer groen ingepast zou willen zien worden. Nou, dat doen we met dit plan ook. We ronden het hele plan af. En daarnaast, hebben we het nog niet eens besproken, we gaan ook de rondweg realiseren. Dus, en die rondweg die wordt nu niet aan de rand van het bedrijventerrein gerealiseerd, maar ter hoogte van de zomerweg. Dus daarmee ontsluiten we het bestaande bedrijventerrein nog beter. Kunnen in ieder geval van deze zijde en van onderen kunnen wij van zuid uit kunnen we het bestaande bedrijventerrein via de rondweg gaan ontsluiten. Dus we ontlasten daarmee de Nijverheidsweg, Dingsblosse Straatweg en dergelijke. Wat daarmee ontlast. En je hebt ook een goede verbinding met Duitsland, hè? Ook dat, ja. Dus, Nee, voor altijd toch altijd nog erg belangrijk, het Duitse achtergebied. Ja. Dus jullie denken na de zomer dat dan de eerste bedrijven wel... Nou, ik zou dat graag willen, maar dat gaat iets te snel. Kijk, het plan moet in procedure worden gebracht. Er gaat een bezwarentermijn aan vooraf. En die bezwaren moeten worden behandeld. Kijk, als wij tot besluitvorming kunnen komen begin volgend jaar, ik denk dat dat een realistischer tijdsplanning is dan dat er na de zomer al vakantie al kan gaan. Maar verwachten jullie nu nog problemen met de Raad van State dan? Nee, kijk, wij hebben dit plan zo ingericht dat wij niet meer te maken hebben met de geurcontouren van omliggende agrarische bedrijven. Een van de bezwaarmakers heeft beroep aangetekend bij de Raad van State. En die heeft daar hun gelijk in gekregen. Nou, dit plan realiseert binnen de geurcontour van die agrarische bedrijven geen bedrijventerrein meer. Er wordt alleen groen aangebracht en worden zonnepanelen geplaatst. Dus daarmee... dat zijn geen hindergevoelige objecten. En daarmee kan de Raad van State daar in mijn optiek geen problemen mee hebben. Het plan heeft een hele bijzondere historische naam gekregen, hè? Dat klopt, ja. Het is voor altijd een herkenbare naam, Zonneheuvel. Ik heb begrepen dat ook de oude burgemeesterswoning die naam had. Nou ja, daarnaast het zwembad, het oude zwembad van Aalten, had de naam Zonneheuvel. Nou ja, het heeft natuurlijk ook houdend verband met het onderdeel in het plan waarbij wij zonnepanelen op het bedrijventerrein willen realiseren. Nou, een herkenbare naam, denk ik, voor een visie. Of wij hebben een visie geschreven en daar vonden wij dit voor een passende naam voor. Wie heeft die naam Zonneheuvel bedacht of kwam dat gezamenlijk ja, eruit? Ja, die is in een fractie een keer door een van de heren genoemd. Ja. Ja. Wat heb je verder nog te vertellen over dit plan, Gerbert? Ik denk dat we al een vrij compleet verhaal hier hebben neergelegd. Ik denk dat het een plan is wat tegemoet komt aan vraag naar bedrijventerrein. Niet misschien op de hele korte termijn, maar het is een plan wat voor de komende 10, 20 jaar van toepassing is.
Dus mogelijkheden biedt voor Aaltense bedrijven. Het biedt de kansen aan de realisatie van de rondweg. Ook niet onbelangrijk, we hebben er een financieel vrijwel sluitend verhaal bij opgesteld. Met een dichte portemonnee denken wij dat wij dit plan toch kunnen realiseren. Gerbert, bedankt voor het interview. Graag gedaan.